Even strafschop ingeschoten gaat worden door Romain Leuchter om de twee handen vol te maken dit seizoen. Nummer 10. Ze schieten toch aardig binnen. Onberispelijk binnengeschoten hoor. Leuchter is goed vertrokken. Kan gaan uithalen, kan ook gaan voorgeven. Maar voorgeven hoeft helemaal niet. Romain Leuchter, nummer 11 van het seizoen en 2-0 voor Ajax. Ja, dit is precies zo'n moment waar zij natuurlijk uitermate goed in is. Uit de rug weglopen van Van Diemen. En echt een heerlijke paas ook van Spitsen hoor. Ze loopt hier goed weg. En dan is met die afronding ook helemaal niks mis mee. Probeert te profiteren van PSV, dat even niet meer weten. Uitverdedigen. Ondermaats. Dit is wel echt heel erg zwak. Goed afgemaakt. En dan gaat daar Chess die Grant. Wordt dit dan de eerste van de tweede helft? Jazeker. Het bedankje van Leuchter is logisch. Levels voor de goal. Leuchter voor haar tweede. Je kan niet anders zeggen dan dat de slagbank wordt geleid door Ajax. Problem is not the finish. We can try to enjoy. But I is not the finish. We can try to enjoy. Dat is Leuchter hier wel, want de vlag blijft naar beneden en via de vingertoppen van Makela. Ja, we worden vandaag wel getrakteerd met een aantal heerlijke volleys. Daar gaat het mis en daar komt een enorme kans aan en daar komt ook de goal aan. Uitstekend binnengeschoten door Leuchter. Het is te rustig iets in ons land. Dan is hij wel echt perfect ingeschoten door Romain Leuchter. Het blijft heel rustig met hem goed te plaatsen. Stiemens die wordt ingespeeld, onder druk wordt gezet door Noordam. Fraai binnengeschoten, dat zeker. Heel veel ruimte voor Ajax nu. Grant staat volgens mij geen buitenspel, dus kan dit verder. Nou, als ze hem afgeeft naar Leuchter, dan is het waarschijnlijk 3-1. En dat gebeurt ook. Uitstekend gedaan door Ajax. Het begint al met de steekpaas, waarbij Leuchter eigenlijk buitenspel stond. Maar die bleef van de bal af. Grant kon er vandoor. En die houdt dan het overzicht. Sanders. Het spel opgeheven door Olieslagers. Dat is niet goed gestapt door de verdedigster. En daardoor is hier de kans en de goal. Olieslagers mag zichzelf dat aanrekenen. Leuchter met de aansluitingstreffer. Leuchter met haar zesde van dit seizoen. Hij is terug in deze wedstrijd. Je ziet Olieslagers meelopen op die lijn. En ze staat dan niet op de lijn met Van Es. En die had daar wel op gerekend, want haar hand ging in de lucht. Boren. Leuchter. Uiterste precisie in het hoekje. Ajax op gelijke hoogte. We laten weer een vrije trap. Opnieuw Doorn bij de bal, maar dit keer is het Leuchter. Nu heel dicht bij de trap. Opnieuw Doorn bij de bal, maar dit keer is het Leuchter. Nu. Met de oranje leeuwinnen. Dan is daar ook al inmiddels de 0-2. Romain Leuchter is er doorheen. En zij scoort bij haar officiële debuut. Naar deze kans kijken. Het wordt ook meteen een doelpunt. Grant geeft voor. Leuchter maakt af. En zij maakt haar 9e van dit seizoen. Goed wordt weggestuurd hier. Echt ontzettend snel. Goede voorzet, ja. Die kan je anders wel scoren. Koppositie kwijtraakte aan die ploeg. Dit schot van Pelova wordt nog gescoord, maar dan is daar Romain Leuchter die de bal binnentikt in de